We hebben een interimrapport uitgebracht door de val van het vorige kabinet. Daarin hebben we voorgesteld om de lastendruk op arbeid te verschuiven naar consumptie. We hebben een voorstel gedaan over de hypotheekrenteaftrek om die heel geleidelijk te beperken. En nog meer voorstellen ook om de faciliteiten alleen maar geld kosten, die ook te schrappen. En dat alles hebben we omgezet naar een tariefsverlaging, waarbij uiteindelijk het hoogste tarief naar 49% ging en het laagste tarief naar 37%. We gingen ook naar een tweeschijven tarief. Die voorstellen zijn gehandhaafd en een nieuwe rapport, eindrapport, gaan we in op de belegger in box 3. Dan gaan we in op de MKB belanghouder in box 2 en dan doen we nog een voorstel voor de toeslagen. Toeslagen is tweeledig. Enerzijds stellen we voor om een huishoudenstoeslag in te voeren. Dat zijn de kindgebonden budget, huurtoeslag en zorgtoeslag. Dat zijn drie verschillende toeslagen waar allemaal andere voorwaarden voor gelden en andere afbouwtrajecten. En het idee is om daar één toeslag van te maken, een huishoudenstoeslag, die ook eenzelfde afbouwtraject kent. En het andere voorstel is om meer gericht op fraude. En daar hebben we over nagedacht. En een van de voorstellen is dat we bijvoorbeeld de zorgtoeslag niet meer laten uitbetalen aan de burger, maar via de zorgverzekeraar loopt. En die verrekenen het dan met de premie. En de gedachte daarachter is, als de burger geen geld in handen krijgt, kan hij daar niet mee frauderen. En een ander voordeel is dat het aantal toeslagen wat je verstrekt, ik geloof 2 miljoen, minimaal 2 miljoen, vermindert. En dat is ook wel positief voor de controle. En de voorstellen rondom de grootaandeelhouder? Ja, de grootaandeelhouder, dat is de ondernemer die zijn onderneming in een BV drijft. Daar heb ik twee belangrijke voorstellen. Het eerste is het loon. Mag je 30% aftrek op toepassen? Nou, dat vinden wij te ruim en niet nodig. En dat is naar 10% gegaan. Dat levert 1 miljard euro op. En het andere voorstel is dat we de belanghouder, net als de belegger in box 3, gaan belasten jaarlijks voor een forfaitair rendement. Dus ongeacht of hij zich dividend uitkeert, wordt hij belast voor een rendement. En pas het einde van als hij staakt, dan verrekenen we met werkelijke voordeel. En het voordeel daarvan is dat hij dus niet kan oppotten in zijn BV en zo belasting uitstellen. En bij immigratie kan hij ook niet zomaar de claim van zich afschudden. En wat gaat dat de staat opleveren? Ja, dat die twee voorstellen gecombineerd minimaal 1 miljard. Maar meer is het, dat weten we zeker. Maar het is moeilijk te begroten hoeveel het precies is en dat hebben wij dan ook niet gedaan. Wat is het voorstel rondom de belegger? Het voorstel rondom de belegger is dat we vooral het forfaiterende rendementspercentage gaan aanpassen. We hebben gezien de afgelopen 12 jaar dat sinds de invoering, toen was het 4% heel reëel, dat was een goed percentage. Maar daarna is de rente heel erg gedaald en nu is het eigenlijk veel te hoog, waardoor sommige mensen zelfs interen. En vooral de kleinere spaarders interen op hun vermogen. En de gedachte is daarom dat we het forfaiterende rendementspercentage laten aansluiten bij het werkelijke rendement van de afgelopen 5 jaar. En hebben gekeken, als je dat nu zou invoeren in 2014, zou dat neerkomen op een forfaitair rendement van 2,4%. Maar dat kunnen we niet in één keer betalen, dat kost een hoop geld. Met het geld dat we opgehaald hebben bij die andere voorstellen, kunnen we het rendementspercentage verlagen van 4% naar 2,9%. Dus dat is een eerste stap die je kunt zetten. Zal de minister van Financiën niet heel prettig vinden dat hij minder geld ter beschikking krijgt? Wanneer worden deze voorstellen wel rendabel? Ja, die voorstellen, ze vragen of het rendabel wordt. Het gaat erom dat je aansluit bij de werkelijkheid. Dus het hoeft niet per se geld op te leveren. Maar de commissie heeft opdracht budgetneutraal te werken. Dus dat hebben we ook gedaan. We geven geen geld uit wat er niet is. En het voorstel van box 3, nu is de rente historisch laag. En de verwachting is dat die weer gaat stijgen. Dus dan kost het minder geld en op termijn zal het geld gaan opleveren. En bij welk rentepercentage, spaarrentepercentage ongeveer, gaat het geld opleveren? Ja, nu is het rendement 4%. Dus als het spaarrente boven de 4% is, dan levert ons voorstel geld op.